ben Sherazade, ik werk in het UZ Brussel en ik ben slachtoffer geweest van racistische uitspraken. Een professor, die dus een collega is van mij, heeft mij eens een keer gezegd dat agressiviteit in mijn bloed zit. En ik heb daar eigenlijk op gereageerd. Ik ben wel blij om het te hebben gedaan. Een tweede voorbeeld, dat is wanneer dat we campagne voerden voor het ACV. En dat wij eigenlijk ons moesten verkopen. En dus wij stonden met verschillende allochtoonse kandidaten op die lijst. En dus hij zei, hoe kan het ACV worden vertegenwoordigd door die kandidaten? Dus dat vond ik heel, heel grof. En dan een laatste, waar dat ik niet slachtoffer van was, maar ik heb daar wel op gereageerd, dat is als een collega over een Afrikaanse patiënte negering of makak zegt. En dan zei ik van nee, dat gaat niet. Waarom is het belangrijk om te reageren? Omdat één, discriminatie en racisme verboden zijn. En wij zouden dat nooit mogen aanvaarden. Dat is heel, heel belangrijk om het te weten. Dus als je slachtoffer bent of als je iets hebt gezien over discriminatie of racisme, je moet het melden.